Dit is de NACMA-herdenking in het kader van een kunstproject door Jill & Monty ontworpen, door Jill & Monty uitgevoerd. En deze NACMA-herdenking die gaat vanmiddag verder in het verhalenhuis Belvedere. Maar dat is nog niet alles, want het project is nog niet een einde. In het verhalenhuis Belvedere staat jullie verhaal uitgestald in een tentoonstelling, ook door Jill & Monty samengesteld, op een geweldige mooie manier ingericht voor de mensen van het verhalenhuis Belvedere. En die staat tot 25 juli van dit jaar. Dus er zijn 10 weken achter elkaar vanaf dit moment is er aandacht voor het NACMA-verhaal. En dat is een heel heftig verhaal, dat weten wij allemaal. Jill & Monty hebben een bijzondere werkwijze. Ze gaan bij mensen op bezoek. Ze gebruiken de oral history methode. Ze ontdekken dan ook bij die bezoeken hoe families in elkaar steken. Dat heeft erbij gevolgd dat wij nu ook kunnen kennismaken met de jongere generaties. Want dat is natuurlijk van wezensbelang. Wanneer we willen dat de NACMA in herinnering blijft en wordt doorverteld, dan heb je de nieuwe en de jongere generaties groot nodig. Youssef is een van die jongere generaties. En Youssef gaat ook verder dit programma hier voortzetten. En ik wens u een gedenkwaardige NACMA vandaag. Youssef. Dank u wel. Zo zie je, de techniek laat ons altijd weer in de steek. Horen jullie mij goed? Ook achter? Ja, duidelijk. Heel mooi. Dank jullie wel dat ik hier mag staan. Heel nieuw voor mij, maar als ik naar jullie kijk, prachtige mensen, prachtige dag ook. Ik wil allereerst heel even een daverend applaus voor de organisatie van dit event. Anton, Jill & Monty, mensen die tot op de dag van vandaag nog steeds inzetten voor Palestina. Wat zeker gedenkwaardig is, maar wat zeker ook ontzettend belangrijk is deze dagen. Er is mij gevraagd om vanuit mijn ervaring en vanuit mijn beleving als inmiddels derde generatie Palestijn iets te vertellen over Palestina. En ik moet jullie vertellen dat ik het persoonlijk heel erg moeilijk vond. Vooral ook om de reden dat er natuurlijk ontzettend veel speelt. Als we kijken naar de gebeurtenissen afgelopen weken, maanden, maar zeker ook de jaren, zijn er zoveel topics waar je over kan hebben. En in 2016 heb ik de kans gekregen om een reis te maken door mijn thuisland, door Palestina. Waarin ik ook ontzettend veel heb gezien, ontzettend veel heb geleerd. En toch was het voor mij dan toch wel echt heel moeilijk om een onderwerp uit te kiezen voor vandaag. Tot op 2 dagen geleden toe. Waarin ik weer even werd herinnerd van oké, hier doen wij het voor. Wat me is overkomen, ik zat in de auto met mijn manager. Hij moest me heel even ergens wegbrengen. En we hadden gewoon even een gesprek over het weekend. En hij zegt tegen mij, joh, Youssef, wat ga jij eigenlijk dit weekend doen? Ik zeg, ja, ik ga spreken op een event voor Palestina. En hij kijkt me een beetje verontwaardigd aan. Hij zegt allereerst, ik dacht dat je Marokkaan was. Dat is waarschijnlijk mooi, hè? De manager met wie je jarenlang werkt. Maar goed, ik zeg tegen hem, ja, ik ga spreken voor een event voor Palestina. En hij zegt dus tegen mij, ja, waar ligt dat dan? Waar ligt Palestina? En ik kijk hem aan en ik denk van, ja, we hebben toch jarenlang gewerkt. Je weet toch, hè? Het is een slimme man. En hij zegt van, ik zeg, ja, het ligt in het Midden-Oosten. En hij zegt tegen mij, ja, maar dat is toch Israël? Ja, komt even binnen, hè? Mensen die je al jarenlang kent. Dat is toch Israël? En ik zie al menig Palestijn, ik zeg maar ja knikken, omdat iedereen het zich waarschijnlijk ook herkent. Palestina is toch Israël? Ja, en dat raakte dan even een beetje. Hè? Dat komt even binnen. Nou, ik kan je zeggen dat het autoritje iets langer heeft geduurd dan dat we beiden verwachten. Waarom? Omdat ik hem ook wel echt gewoon duidelijk wilde maken van wat er speelt. Palestina is geen Israël. En dat was even een moment voor hem. Waarin ik ook even wist van oké, er zijn veel mensen die gewoon niet weten wat er speelt. Er zijn veel mensen die tot op de dag van vandaag, ondanks alle social media, ondanks alles wat er
alle informatiebronnen die je op dit moment hebt, gewoon nog steeds niet weten wat er speelt in het Midden-Oosten. En op dat moment heb ik dan ook echt even de tijd genomen. Dus het is een eerlijk verhaal, hebben we echt even gezeten, auto geparkeerd. En heb ik hem echt gewoon vanaf het begin meegegeven van wat er na de Nakba is gebeurd. De bezetting van de Palestijnse staten, waar ik vandaan kom. Dat Palestina er ook echt nog gewoon is. En ik moest eigenlijk ook weer terugdenken naar mijn reis in Palestina. Omdat ik daar een leeftijdgenoot sprak. Ik ben inmiddels derde generatie Palestijn. En ik zeg tegen hem, een geboren Palestijn, ja, wat kan ik als derde generatie Palestijn eigenlijk voor jullie doen? Omdat ik dat zelf ook ontzettend moeilijk vind. En hij zegt, nou, twee dingen. Hij zegt, kelim ma'anes. Kelim ma'anes bebeledek. Deel het verhaal. Deel het verhaal van Palestina. En het tweede, irjale beledek. Kom op een bepaald moment terug wanneer alles weer gewoon normaal is. Wanneer de gemoederen weer rustig zijn. De reden dat ik jullie dit vertel, is omdat ik even werd herinnerd hoe belangrijk het nog steeds is om het verhaal te delen. De mensen, de aanwezigen van dit moment, jullie zijn allemaal kennishouders. Kennishouders van het eerlijke verhaal. Het verhaal van wat gewoon nog te weinig wordt verteld. En begin bij je eigen kring. Kijk, de koffieautomaatgesprekken hoeven niet op werk allemaal te gaan over wat Johan Derksen heeft uitgespeeld of RTL Boulevard. Maar vraag gewoon eens aan je collega. Joh, heb je het gehoord wat er is gebeurd is met die Palestijnse journalisten? Wat er voor verschrikkelijks is gebeurd met die Palestijnse journalisten? En kijk dan wat voor reactie je krijgt. Want dan krijg je de vragen die jij eigenlijk wil dat ze gesteld worden. Wat speelt er dan? Hè? Waar gebeurt dat dan? In welk land gebeurt dat dan? Wat is daar nou eigenlijk de achtergrond van? En dan kan je eigenlijk ook weer de antwoorden geven waarvan je eigenlijk wilt dat je ze ook geeft aan die mensen. Dat is een kleine herinnering, maar des te belangrijker. Dus als ik jullie iets vandaag wil meegeven is, zorg er alsjeblieft voor dat het verhaal blijft bestaan. Zoals die leeftijdsgenoot van mij in Palestina ook zei, deel het verhaal, zorg dat het in je kring de hele tijd wordt verspreid als een olievlek. En zorgen dat iedereen zich eraan herinnert. Dat dus. We hebben vandaag ontzettend mooi programma. We hebben een aantal mooie sprekers die ik ga aankondigen. En ik wil beginnen met een persoon. Lid van het Nederlands Palestina Comité. Een persoon waar ik in een korte tijd ontzettend veel respect voor heb gekregen. Inmiddels een boegbeeld als het gaat om Palestijnse rechtvaardigheid. Mag ik alsjeblieft een applaus voor Ibrahim Albas? Ja. Ik denk dat ik zonder microfoon ga. Dat is beter. Ja, met de microfoon? Jawel. Als je wil, ik kan hem voor jou houden. Goedemiddag iedereen. Ik wil jullie als eerste vragen om een moment stilte ter gedachtenis van de door het Israëlische leger vermoorde Palestijnse journaliste Shirin Abu Akleh. Over mezelf iets vertellen. Over het vluchtverhaal dat mijn ouders hebben gehad. Ik ben geboren eigenlijk in een Palestijns stadje heet Helhun. Het is tussen Hebron en Bethlehem. In 1948 zijn mijn ouders naar dit dorp gevlucht. Wij komen oorspronkelijk vandaan van een dorp in de buurt van Jeruzalem, heet Deir Aban. Ze wilden toen in de tijd 3000 inwoners. Op de grond van het dorp bestaat nu de nederzetting Beit Shemesh. Wanneer je van vliegveld Tel Aviv naar Jeruzalem reist, dan rij je door
Beit Shemesh. Mijn vader was in het dorp een leerkracht. En hij was belast door de Engelse regering met het houden van de registratie van het dorp. Dus hij deed geboorteactes, trouwactes en al de documenten. En ook eigendomactes van grond in het dorp. Dus de rabbijn behoort tot Jeruzalem. Ze is 18 kilometer ten westen van Jeruzalem vandaan. 48 moesten mijn ouders een vlucht maken. Want ons huis werd vernield door bombardementen van Zionisten. Dus het was niet meer mogelijk voor hen dan het huis te verlaten. Ze liepen van het dorp op ezels en allerlei zaken. En zij hebben, mijn vader heeft alleen maar een kist meegenomen, waarin in deze kist de documenten van het dorp, alle documenten. Jaren later, tientallen jaren later, kwamen mensen in het dorp mijn vader vragen om een geboorteakte aan hen te geven. En dat deed hij. Of een trouwakte. Of de documenten van het eigendom van het dorp. Hij had allerlei stempels en postzegels en allerlei van voor 1948. En dat deed hij voor de mensen. Ze vluchten naar Helm. Daar ben ik geboren in 1950. 2 jaar na de vlucht. Een paar jaar daarna zijn ze verder gedrukken naar Jordanië. Naar een stad ten zuiden van Amman, 30 kilometer ten zuiden van Amman, heet Madra. Daar woonden ze in een geen huis, maar een beetje grote kamer, gebouwd aan de klei. Wanneer het regent, waren lekkages van allerlei kanten. Dus als kind groeide ik om te kijken naar allerlei pannen op de grond waarin de lekkages kwamen. Ik moest als kind altijd luisteren naar de verhalen van mijn vader over het leven in Palestina. Naar het verhalen van het leven van mijn moeder, mijn stiefmoeder, mijn tante. De familie groeide en wij sliepen allemaal naast elkaar op matrassen op de grond. De oudste sliep naast mijn vader en de jongste sliep naast mijn moeder. Aan de ene kant was mijn vader, aan de andere kant was mijn moeder. Dit was het beeld waarin ik geleefde. Ik vroeg mezelf als kind, waarom is dat? Waarom moesten mijn ouders een huis die gebouwd hebben en 1 jaar in het huis wat ze gebouwd hebben in Palestina gewoond hebben, 1 jaar, moesten ze het huis verlaten en in deze ellende leven? Ik groeide met haat tegen Israël. Dat moet ik eerlijk zeggen. Het was zo. Ik kon dat als kind niet accepteren dat wij dit leven moesten hebben. Maar ik luisterde altijd naar wat mijn vader tegen mij gezegd had. Hij zei altijd tegen mij: jongen, ze kunnen alles van jou stelen. Alles. Behalve wat in jouw hoofd zit. Dat kunnen ze nooit meer stelen. Dus ga op school. Leren. Leren en leren en leren. En dat is dus niet vreemd dat de Palestijnen de hoogste percentage van opgeleide en geleerde mensen in het Midden-Oosten. Zelf hoger dan in Israël zelf. Zijn de Palestijnen. En dat vind ik een
basis, een goede basis, die ons heeft geholpen om de strijd tegen Israël te voeren. En ik hoop ooit dat wij naar ons land terugkeren. Wij willen als Palestijnen de geschiedenis niet terugdraaien. Men overal in de wereld zag dat wij terroristen zijn. Wij zijn geen terroristen. We zijn mensen die gerechtigheid willen hebben. We zijn mensen die terug naar hun eigen land willen teruggaan. En wij gaan niet Joden uit Palestina gooien. Wij kunnen met elkaar leven, maar niet naast elkaar. Wij moeten met elkaar leven. Als wij vrede willen bereiken, dan moeten wij met elkaar leven. Als Palestijnen, wat wij krijgen, krijgt een Jood. En wat wij moeten doen, moet een Jood doen. Iedereen is gelijk in zo'n land. Wij weigeren de apartheid en het racistische systeem die nu in ons land heerst. Beste mensen, het conflict rondom Palestina is geen conflict tussen Joden en Arabieren of Joden en Palestijnen. Het is een conflict tussen onderdrukte mensen en imperialistische, kolonialistische beweging, heet het Zionistische beweging. En ik zeg het luid, er zijn heel veel Joden die zijn dubbel slachtoffers. Ze werden door de natie onderdrukt en ze worden misleid door de Zionistische beweging. De Zionistische beweging heeft van hun in plaats van slachtoffers, dat de mensen leren van hen, heeft van hun daders om het Palestijns volk te onderdrukken. En dat is het. Wijzen wij af en wij strijden er tegen. Ik hoop op jullie steun en solidariteit met de Palestijnen. Wij voeren een gerichte strijd tegen bevrijding van ons land en het beëindigen van de onderdrukking waaronder de Palestijnen zijn. En ik dank Jill en Witty voor de organisatie van deze bijeenkomst en ik hoop dat wij elkaar ontmoeten op de groen van Palestina. Dank u. Dank u wel, Ibrahim. Dank u wel voor het delen. Je ziet dat dat alles wat Ibrahim vertelt, en nog steeds, dat het nog steeds leeft. Het komt niet uit de mond, het komt echt uit het hart. En dat is iets wat ik tot op de dag vandaag nog steeds waardeer. Mag ik nogmaals een applaus voor Ibrahim, alsjeblieft. We gaan gelijk door naar de volgende spreker. Voorzitter voor Rotterdam voor Gaza. Een mooie benaming die ik wel eens eerder heb gehoord van Jill en Moti. Ze wordt de dynamo van de organisatie genoemd. En jullie weten allemaal, zonder een dynamo werkt een organisatie gewoon niet. Mag ik een applaus voor Anita Risseo. Goedemiddag aanwezigen. Als Rotterdam voor Gaza organiseren we al vele jaren de Nakba-herdenking in Rotterdam. Niet dat de Nakba makkelijk vergeten kan worden, want de Nakba is nooit geëindigd. Dit jaar is het anders. Er ligt de herdenking en de daarbij horende expositie in handen van een werkgroep die enkele jaren geleden in het leven is geroepen door Rotterdam voor Gaza met de bedoeling om te komen tot een monument of kunstwerk om de Nakba te kunnen herdenken. De Nakba is de verdrijving van de oorspronkelijke bewoners van Palestina door Zionistische milities om het land leeg te vegen, zodat er een nieuwe staat gevestigd kon worden. Dit alles heeft geleid tot de verdrijving van meer dan 700.000 Palestijnen
en de verwoesting van meer dan 500 dorpen. Het aantal vluchtelingen en de verwoestingen waren geen bijkomend gevolg van de oorlog die uitbrak toen omliggende landen de Palestijnen te hulp schoten. Nee, er was een vooropgezet plan om de Palestijnen te verdrijven en ervoor te zorgen dat ze nooit terug zouden kunnen komen naar hun huizen en hun bezittingen. Jaren daarvoor waren al plannen gemaakt en dat heet het zogenaamde Plan Dalet. En nog steeds wonen er vluchtelingen en hun kinderen en kleinkinderen in vluchtelingenkampen in buurlanden van Palestina of zelfs in Palestina zelf, zoals bijvoorbeeld in Jenin. En daar kom ik zo op terug. De verdrijving van de Palestijnen van hun land, hun huizen, gaat al 74 jaar door, totdat er straks geen Palestina meer is. Toevallig of niet, is dat ook de titel van het videowerk dat een onderdeel is van de expositie die we straks gaan bijwonen. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor als we zien wat Israël allemaal kan doen zonder ook maar één keer een sanctie opgelegd te krijgen. Ja, genoeg keren is Israël op de vingers getikt. Er zijn er resoluties in de VN aangenomen, als deze tenminste niet gevetoed werden door Amerika. Maar het staat onomstotelijk vast dat Israël systematisch en voortdurend het internationale recht schendt, het oorlogsrecht, de mensenrechten, en dat het VN-resoluties overtreedt. Dit vrederegime tegenover de burgerbevolking, die steeds verder afgeknepen wordt, lijkt geen grenzen te kennen. En dat is ook zo. Want Israël kan zijn gang gaan en straffeloos bijvoorbeeld Palestijnen vermoorden. Afgelopen woensdag is de zeer vooraanstaande journaliste Shireen Abu Akleh van Al Jazeera door een Israëlische sluipschutter door het hoofd geschoten, terwijl ze haar werk deed om de zoveelste inval van het bezettingsleger in het vluchtelingenkamp van Jenin te verslaan. Deze aanval op een Palestijns-Amerikaanse journaliste was een opzettelijke aanval op haar leven en zonder twijfel uitgevoerd door een Israëlische militair. Dat blijkt uit de getuigenverklaringen. De persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting moeten zoveel mogelijk aan banden worden gelegd, zodat de misdaden van Israël verborgen blijven voor de buitenwereld. De stem van de Palestijnen moet vooral niet gehoord worden. En Shireen Abu Akleh was de stem van de Palestijnen. En zij was zeer geliefd bij de mensen in Palestina. En het verdriet was enorm toen woensdag bekend werd dat ze vermoord was tijdens haar werk. Shireen Abu Akleh, die van binnenuit meer dan 20 jaar de bezetting en alle lelijke uitwassen daarvan aan de buitenwereld liet zien, heeft het met haar leven moeten bekopen. Maar haar vermoorden was zelfs nog niet goed genoeg. Ik neem aan dat jullie de beelden hebben gezien van haar begrafenis, waarbij het bezettingsleger met wapenstokken sloeg op mensen die haar kist droegen en stungrenades afvuurde op mensen die kwamen om te rouwen en om Shireen de laatste eer te bewijzen. Kan het nog onmenselijker? Zelfs toen zij dood was, werd haar nog haar waardigheid afgenomen. Maar zij is niet de enige. Al meer dan 50 Palestijnen zijn sinds begin dit jaar vermoord door de bezetter. En hierbij zijn ook kinderen.
in de rug geschoten. Of met 11 kogels neergehaald. En dan mogen doodbloeden op straat. Dat is het leven in Palestina. Of je krijgt een slooporder om je eigen huis af te breken. Omdat er zogenaamd geen vergunning voor is. De doorgaande Nakba zien we nu ook in Massafriyatta. Daar leven zo'n 1000 Bedouinen in 12 dorpen al generaties lang. Ze leven van een beetje vee en het verbouwen van gewassen. En nu mogen zij van hun land gedeporteerd worden, omdat er zo nodig een militair oefenterrein voor het Israëlische leger moet komen. Deze uitspraak is pas geleden gedaan door het Hooggerechtshof en is in strijd met het internationale recht. Het toont aan dat zelfs het Hooggerechtshof geen recht spreekt, maar dat het zelf een schakel is in het bezettingsregime. En dat is ook van geen wonder, als je weet dat verschillende van deze rechters in illegale nederzettingen op de Westbank wonen. En we hebben ook nog de kolonisten, die beschermd door het Israëlische bezettingsleger de Palestijnen hun huizen, olijfboomgaarden aanvallen. Of de mensen in Shanshara, een wijk in Jeruzalem, die nog steeds met uitzetting worden bedreigd. Al deze verdrijvingen en deportaties zijn een schending van het internationale recht, waar de internationale gemeenschap echter geen consequentie aan verbindt. Zolang Israël straffeloos zijn gang kan gaan, zal het deze koers voortzetten. Bennett heeft zojuist weer toestemming gegeven voor de bouw van zo'n 4000 huizen op de Westbank. Er kan ook zoveel meer gezegd worden. Het onrecht, de ontmenselijking van de Palestijnen. En hoe de media hierover steeds eenzijdig verslag doet. En laten we de politiek ook niet vergeten. De Nakba duurt al 74 jaar en er is weinig hoopvols te vermelden. Wat we kunnen doen is ons uitspreken over het onrecht. Vanmiddag gaan we de tentoonstelling bekijken. Nakba betekent veel voor mij. Laten we een beetje moed putten uit de standvastigheid van het Palestijnse volk. Dat nooit de hoop heeft opgegeven. En ook nooit zal opgeven. Om uiteindelijk gerechtigheid, gelijkwaardigheid, vrijheid en vrede te krijgen. Dank jullie wel. We gaan voor de rest door naar de volgende spreker. Af en toe is het mooi om nieuwe mensen te leren kennen. En zo ook Wael, die ik afgelopen week heb gesproken. Docent wiskunde en natuurkunde. Die zijn eigen verhaal en ervaring komt delen van de Nakba. Mag ik een applaus voor Wael? Assalamu alaikum. Ik wil niks anders zeggen dan mijn eigen ervaring. Die is altijd geleefd en doorgegeven door ouders. Ik ben een kind van Palestijnse vluchtelingen die uit Beersheba zijn gevlucht. Mijn moeder was toen ongeveer 6 jaar oud, ietsje minder misschien. En ze moesten lopend uit Beersheba naar Hebron, Al-Khalil gaan. Dat is ongeveer 40 kilometer lang. Ze hebben alles achtergelaten. Hele huis. Ze hebben sieraden zelfs, boeken, kleding. Ze hebben niks meegenomen. Het was een hoop dat na een paar dagen komen ze terug naar eigen huis. Helaas, 74 jaar lang gebeurt dat niet. Maar
De waarheid moet iedereen weten. Nog steeds, na 7 jaar in 1956, was oorlog tegen Gaza, alsof de Nakba zelf is niet genoeg voor Zionazis, Zionisten. Ze hebben een Gaza-oorlog begonnen. En was mijn oom, doodgeschoten met verboden wapens, napalm. Natuurlijk, mijn oma was geen terrorist. En mijn oom, van 16 jaar oud, was een kind. Maar toch, ze waren te veel voor die Zionisten. Mijn moeder was een tante gewond geraakt. En tot nu toe altijd als moeder en iets aan het vertellen en laat zien dat hier was napalm. Daarna verder, een paar jaar later, 1967, nog een keer een oorlog. En moesten wij Gaza verlaten naar Egypte. Daarna naar Libië, daarna overal in de wereld. Maar wij hebben nog hoop dat wij op een mooie dag zullen wij terugkeren naar onze eigen huizen, naar onze bestolen landen. En de wereld misschien zou wakker zijn om ons te helpen om op te staan tegen Zionazis, tegen etnische zuivering, tegen apartheid. Ook al zijn geen blond en wij hebben geen gekleurde ogen. Bedankt. Dank je wel. We zijn door het programma heen als het gaat om de sprekers. Het is op dit moment 1:15. Ik wil jullie verzoeken om 2 uur richting de tentoonstelling te gaan. De adresgevers en dergelijke kunnen jullie of op de flyer vinden, of kunnen jullie eventueel nog even navragen bij ons. Waarin de expositie van Joe en Moti zal plaatsvinden. Waar ontzettend lekkere Palestijnse hapjes zullen zijn. En Palestijnse muziek. Ik kijk Nivien aan die ontzettend veel moeite erin heeft gestoken. Dus we zijn benieuwd. Pak vooral de tijd op dit moment om even rustig wat te drinken. Met elkaar in contact te komen. Geniet ook vooral van de botanische tuin. Die dit gefaciliteerd heeft uiteraard. En voor de rest wil ik jullie bedanken.